Deze les gaat over het eigen vermogen, bedoeld voor HAVO-VWO, bedrijfseconomie en MNO. We gaan het hebben over het eigen vermogen, het aandelenkapitaal, de reserves en de winst. En zo leer je waar het eigen vermogen van de organisatie uit is opgebouwd. Je leert verschillende vormen van aandelenkapitaal onderscheiden. Je leert verschillende soorten reserves onderscheiden en je leert wat er met het resultaat van de gewone bedrijfsuitoefening gebeurt. Op de balans is het eigen vermogen de vierde categorie en daarop gaan we deze les even inzoomen. Het eigen vermogen bestaat uit drie belangrijke subcategorieën, zou je kunnen zeggen. En over al die categorieën ga ik wat vertellen. Die subcategorieën zijn als volgt. We beginnen met de aandelen. Dat zijn het vermogen dat door eigenaren is ingebracht. De reserves, als het ware een spaarpot. En onverdeelde winst. Als we winst hebben gemaakt, komt het bij het eigen vermogen terecht. En daar wordt vervolgens wat mee gedaan, het een en ander. Daar gaan we eens naar kijken. We beginnen het verhaal eventjes bij die aandelen. Een aandeel is eigenlijk een stukje eigendom in het bedrijf. Stel je nou eens voor, er is een bedrijf, een bepaalde NV, en die heeft allemaal stukjes eigendom onderverdeeld over allemaal verschillende mensen. Dat betekent dat al deze verschillende mensen, al die aandeelhouders, iedereen zijn stukje eigendom heeft, ja, samen vormen zij de eigenaars van de organisatie. En dat kun je ook zo zeggen. Een aandeelhouder, iemand die een stukje eigendom heeft, die vormen samen allemaal de eigenaars van de organisatie. Wat moet je nou met zo'n stukje eigendom? Nou, je kunt daar geld mee verdienen en daar komen we zo meteen even op terug. En deze mensen hebben ook allemaal een beetje inspraak in het bedrijf via de algemene vergadering van aandeelhouders. Dus als je een eigenaar bent of een beetje eigenaar, omdat je maar één aandeel hebt van de heel veel aandelen, en dan heb je ook een beetje inspraak in wat het bedrijf gaat doen. Dus dan heb je een soort van stemrecht. En dat kan wel eens interessant voor je zijn. De meeste mensen die aandelen kopen, die kopen het toch wel om er geld mee te verdienen. Daar gaan we zo eventjes ietsje dieper op in. Zo'n aandeel ziet er ongeveer als volgt uit. Op het waardepapier staat dat je een beetje eigenaar bent in een organisatie. En dat stukje eigendom heeft een bepaalde waarde in de organisatie. En die waarde noemen we de nominale waarde. Dat betekent, mocht je één zo'n aandeel hebben, dan ben je voor 5 euro eigenaar van de organisatie. Waarom zou je nou een stukje organisatie kopen? Dat is een aandeel. Nou, omdat je daar een beloning voor terugkrijgt. Je krijgt namelijk ieder jaar een klein stukje van de winst. Als beloning voor het feit dat je een beetje eigenaar wil zijn. Nou, dat stukje beloning uit de winst noemen we dividend. Het is een bepaald percentage aangegeven. Hier staat 8% dividend. Dat betekent, omdat jij een stukje eigenaar bent, je hebt het aandeel van 5 euro nominaal, krijg jij na een jaar uit de winst 8% van die nominale waarde. Aandelen hebben het volgende uiterlijk in de bedrijfsbalans. We hebben hier een balans staan met bovenaan rechts het eigen vermogen. En daar zien we een aantal gegevens. We zien bovenin staan het maatschappelijk aandelenkapitaal. En dat heeft een waarde van 5000 euro. Dat is eigenlijk de waarde van alle aandelen van het bedrijf die er bestaan. En voor we die waarde kunnen gebruiken in het bedrijf om dingen mee te kopen, moeten we die aandelen eerst een keer verkocht hebben. En wat we nu ook zien op de balans is het ongeplaatst aandelenkapitaal. En dat is 5000 euro. Ongeplaatst betekent eigenlijk onverkocht. Dus dit wil zeggen dat die volledige 5000 euro waarde aan aandelen nog niet verkocht zijn. Dus we hebben eigenlijk nog helemaal geen geld ervan ontvangen. En pas als we het gaan verkopen, ontvangen we wat geld en is het ook wat waard. Nou, die verkoop gaan we even uitbeelden. Stel je voor, we verkopen 100 aandelen van 5 euro nominaal. En er is een koper en die betaalt daar 700 euro voor. Dat gebeurt. Misschien voor de snelle rekenaars onder ons heb je al gemerkt dat 700 euro meer is dan 100 keer 5. Komen we zo op terug. En dat werkt op deze manier. Dat wordt uitgewisseld en dat aandelenkapitaal op de balans verandert hierdoor. Want wat zien we nu? Er is nu voor 100 stuks aan 5 euro aandelenkapitaal geplaatst. Dus we zeggen, hey, dat ongeplaatst aandelenkapitaal is nu gekrompen. Er is namelijk voor 100 keer 5 500 euro geplaatst. En dat wordt nu bij het geplaatst aandelenkapitaal. Dus je kunt het geplaatst gewoon lezen als onverkocht en verkocht. Ja, 5 euro keer 100 stuks is inderdaad 500 euro. Uit die portefeuille, uit die aandelenportefeuille, worden nu 500 euro in aandelen gehaald. 100 stuks. En die worden nu verkocht. En daarom komt het nu op de balans een geplaatst aandelenkapitaal van 500 euro te staan. Vervolgens zien we dat deze persoon
700 euro betaald heeft, terwijl de aandelen eigenlijk maar 500 euro waard zijn. En dan ontstaat er een reserve op de balans. Een reserve was een soort van spaarpot. En die reserve noemen we de agio-reserve. En die is nu groot 200 euro. Want die 700 euro is volledig in liquide middelen gekomen bij de bank. En die agio-reserve plus het geplaatste aandelijk kapitaal vormen samen ook 700 euro. Ook alleen die 700 euro, die geplaatste aandelen plus het agio, ja, die mogen meetellen in het balanstotaal. Die 5000 euro en die 4500 euro, die tellen we liever niet mee, omdat die nog helemaal geen waarde gerepresenteerd hebben. In simpelere woorden, die hebben we nog niet verkocht, daar staan ze nog helemaal geen geld voor ontvangen. Het is oneerlijk om die wel mee te tellen. Dan zouden we als bedrijf gewoon kunnen bedenken, ach, we hebben voor 10.000 maatschappelijk aandelenkapitaal, dus we hebben nu 10.000 euro. Maar die 10.000 euro die bestaat nog helemaal niet. Die bestaat pas als die aandelen ook echt verkocht zijn. Vandaar dat we nu ook alleen maar die geplaatste aandelenkapitaal plus reserves meetellen op het balanstotaal. En die is gelijk aan wat we ervoor hebben ontvangen, namelijk 700 euro op de bank. Zo'n aandeel heeft verschillende waardes en daar gaan we even kort doorheen. Hier is een veel gedetailleerdere video van, namelijk de video aandelenkapitaal. En voor nu hou het even luchtig en kort en ga ik ze even kort allemaal aanstippen. We beginnen met de nominale waarde. Die heb ik benoemd, dat is de waarde die erop staat. Vervolgens hebben we de emissiekoers. En de emissiekoers is de waarde waartegen het aandeel wordt verkocht bij emissie. En emissie betekent dat het bedrijf zijn eigen aandelen gaat verkopen. Ja, dat voorbeeld hiervoor, die meneer die 100 aandelen kocht, dat noemen we een emissie. En die emissiekoers is dus vaak wat hoger dan de nominale waarde. En deze persoon heeft ook 7 euro per stuk betaald, dat is van 5 euro per stuk. Dan hebben we nog de beurskoers. Op de aandelenbeurs, daar worden aandelen openbaar verhandeld tussen mensen onderling. En daar wordt iedere keer een andere prijs voor betaald. Die prijs die verandert constant. En vervolgens hebben we nog de intrinsieke waarde. En de intrinsieke waarde is een iets moeilijkere waarde. Dat is eigenlijk de echte waarde van het aandeel in het bedrijf. Dat heeft ermee te maken dat je een beetje eigenaar bent. En dat je niet alleen maar eigenaar bent van het eigen vermogen van de onderneming, maar ook eigenlijk van de rest, is jouw aandeel intrinsiek vaak wat meer waard dan er nominaal op staat. Nou, voorbeelden van waardes die het zou kunnen hebben is als volgt. We hebben net te maken gehad met een nominale waarde van 5, maar hij werd wat verkocht voor wat meer, namelijk 7 per stuk. Omdat deze persoon die het koopt misschien wel op de beurs denkt winst te maken en het kunnen verkopen voor 8,50 per stuk. En daarom is hij wel bereid om 2 euro meer te betalen dan die nominale waarde. Ja, en waarom zou je 8,50 op de beurs betalen? Nou, omdat je eigenlijk weet dat de echte waarde in het bedrijf die je ermee koopt misschien wel voor 9 euro staat. De intrinsieke waarde. De volgende afdeling van het eigen vermogen die we even willen behandelen is de reserves. En de reserves zijn eigenlijk een soort van spaarpot. Zo moet je het onthouden en zo moet je het ook zien. En die spaarpotten kunnen wel verschillende soorten karaktereigenschappen en verschillende doelen hebben. En de eerste reserve hebben we al aangeraakt, dat is het agio-reserve. En dat betekent als de emissiekoers, de verkoopwaarde van het aandeel, hoger is dan de nominale waarde. 7 euro en 5 euro in ons geval. Dan ontstaat er agio en dat doen we in de agio-reserve. Het volgende reserve is de dividendreserve. Ook dividend hebben we als term al laten vallen. Dat betekent een stukje van de winst als beloning voor de aandeelhouders. Nou, als we de aandeelhouders tevreden willen houden, dan geven we ze ieder jaar evenveel winst. Maar soms komt het voor dat we meer winst hebben gemaakt. En soms komt het ook voor dat we misschien wel helemaal geen winst hebben gemaakt. Nou, wat doen we? We leggen een dividendreserve aan, een dividendspaarpot, een stukjes winstspaarpot zou je het kunnen vertalen. En dan zeggen we iedere keer als we wat meer winst hebben gemaakt, doen we daar wat bij. En als er een keertje te weinig winst is gemaakt, dan halen we wat uit die spaarpot, zodat de aandeelhouders in ieder geval ieder jaar netjes evenveel dividend kunnen krijgen. Dat vinden ze wel zo prettig. De volgende reserve is de algemene reserve, die wordt ook wel de winstreserve genoemd. En die is een wat minder strak karakter. Ja, als winst wordt gemaakt en niet alle winst wordt geïnvesteerd of uitgedeeld aan de aandeelhouders, dan kan het wel eens in het algemene reserve terechtkomen. Een vierde reserve die we vaak gaan zien is de herwaarderingsreserve. En de herwaarderingsreserve betekent een stukje activa, bijvoorbeeld een gebouw of een bedrijfswagen of een machine, is meer waard geworden. En die stijging van de waarde moet toch wel ergens op de balans weer terugkomen en in balans blijven. Dus leggen we bij het eigen vermogen een herwaarderingsreserve aan. Dat betekent activa zijn hun waarde gestegen. De laatste categorie in het eigen vermogen is de winst. En daar gaan we ook eventjes op inzoomen.
Het eigen vermogen komt een winstsaldo te staan als we winst hebben gemaakt. Nou, hoe ontstaat die winst nou? Op de resultatenrekening verwerken we allemaal bedrijfsactiviteiten. Als we bezig zijn met ons bedrijf voeren, bijvoorbeeld het in- en verkopen van producten, noemen we dat bedrijfsactiviteit en dat zorgt voor winst. Want we maken hierdoor, we halen opbrengsten binnen en we maken kosten. Ja, en die kosten en die opbrengsten leveren als het goed is meer op dan eruit is gegaan. Dat houdt winst over. Nou, voor die winst op de balans komt, moeten we een paar dingen doen. Dat laat ik in de volgende dia zien. Die winst die moet verdeeld worden. En die winst noem ik nu heel grof gezegd winst. Maar dat moeten we eigenlijk noemen het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Onthoud maar lekker als winst. Maar dat is de echte term ervoor. En die ga ik later in deze video's ook steeds meer en meer gebruiken. De eerste stap met die winst is dat er belasting van betaald moet worden. Vennootschapsbelasting, oftewel winstbelasting. Ja, ieder bedrijf moet over zijn winst en belasting afstaan, dat is nou eenmaal zo. En als die belasting is afgestaan, dan gaat het bedrijf grofweg nog twee andere dingen doen met de winst. Ze gaan dividend uitkeren, zoals ik al heb benoemd. Een stukje van die winst wordt aan de eigenaren uitgedeeld, aan de aandeelhouders. En als dat is gebeurd en er, houdt nog wat, of er blijft nog wat winst over, dan kan het gereserveerd worden. Het kan in die spaarpotjes gedaan worden, maar het kan ook geïnvesteerd worden. Of vanuit die reserves weer geïnvesteerd worden. Nou, grofweg dit zijn dingen die wel met die winst gedaan worden. En die winst die komt bij het eigen vermogen op de balans te staan. En tot die helemaal verdeeld is, dan is die helemaal in eigen categorieën opgedeeld en is die niet meer zichtbaar. We hebben het gehad over het eigen vermogen, het aandelenkapitaal, reserves en de winst. En nu leerde je waar het eigen vermogen van een organisatie is uit opgebouwd. Je leerde de verschillende vormen van aandelenkapitaal onderscheiden. Je leerde verschillende soorten reserves onderscheiden. En je leerde wat er met het resultaat van een bedrijfsuitoefening gebeurt. Om te controleren of je deze leerdoelen ook bereikt hebt, kun je de volgende opgave maken. Lukt het je niet of heb je andere vragen of opmerkingen, dan zie ik die heel graag terug in de reacties. Verder wil ik je bedanken voor je aandacht en graag tot volgende keer.